Dani, Ja. je soortgenoten. Doe eens. Oh. Hallo, jullie zijn lief. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik ga nu even een ontbijtje maken. Ik moet even binnen 10 minuten snel ontbijten, want ik ga zo weg. Ik ga gewoon even snel een paar crackers eten en een kopje thee zetten. En wat echt super lekker is op deze crackers, is dit. Oh my god, I love this. Echt heel lekker, Philadelphia. Dat doe ik vaak op crackers of stokbrood. Over 10 minuutjes ga ik naar Dani toe, want hij heeft rijles om 12:30. En dan gaan we gezellig meekijken. En daarna ga ik gewoon even chillen met hem. En vanavond gaan we uit in Rotterdam, als het goed is. Alleen twijfelen we of we naar Philatalia gaan of naar Beurs. Dus dat zien we dan allemaal wel. Laat alvast een like achter en dan gaan we verder met de vlog. Ga mij filmen. Ja, u staat er ook op, alleen het is niet dat ik helemaal in uw gezicht ga zo. Oh, goed. Te filmen, hè? Ja, maar ik zit wel lekker. Voor, zeg maar, twee vakken daarvoor en dan deze in die midden, zeg maar, van dat vak. De koppeling beheersen. Want je moet en langzaam rijden, maar vlot sturen. Nou, dat is hartstikke goed. Ja, dat is geen goed idee. Nou, even dan ga ik even een band pakken. Oké. Een banaan? Nee, dankjewel. Nou, we zijn nu even bij Dani thuis. We gaan even wat eten. Dus we gaan even wat eten en dan gaat ze band plakken. En daarna gaan we even naar de Hoogvliet. En dan daarna gaan we naar mij toe. En als het goed is, gaan we vanavond uit. Yes. Uit. Oké, okay, we zitten nu... Zo, hallo. We zitten nu op Dani's kamer. We gaan even lekker een broodje en een beetkoek eten. En dan gezellig doorheen kijken, hè? Gezellig? Ja. Niet smakelijk. Niet smakelijk. Nou, Dani gaat even zijn fiets, zijn banden plakken. Oh my god, daar ligt Miauw te slapen. Zo schattig. Hey. Schattig. Oh. Hoi. Leuk dat je een foto gemaakt. Ja. Hey. Wat ga je mama doen? Kip halen. Oh ja, dat zei ze nog. Lekker. Is nog niet klaar. Kom je? Ja. Doei Miauw! Zo, Dani en ik zijn even bij mij. We waren even mijn vader tegengekomen. En ja, we hebben even drank gehaald en koud gezet. En ja, dus we gaan zo even avond eten. En daarna gaan we partyen. Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we... Hij zat al. Vandaag nog eens eten, vandaag weer jongen. We hebben net bij de Hoogvliet lekker eten gehaald. We hebben geen eten gehaald. Ja, ik heb wel eten gehaald. Ja. Oh ja, chocola. Maar ze zit ik nu op de bed. Nou, ik wil hem zelf wel zien. Nee, de baby! Zo, ik ga lekker avond eten met mijn ouders. Ze hebben even wat bij kip gehaald. Ik heb hier volgens mij nog nooit eerder gegeten, jullie? Nee, dat is bij de beren. Oh, serieus? Precies bij de beren. In de beren, op de naast? Ja, in de beren. Het is de beren. Ja, dat dacht ik ook, maar op dat kaartje stond niet de beren. Nee, maar het is het wel. Ja? Dat zag ik ook. Want ik dacht ook eerst dat het van de beren was. En toen dacht ik dat het gewoon een aparte winkel was. Daarom zei ik, waarom zit het bij de beren? Oh. Dus ik heb een kindermenuutje en lekker kip. Eet smakelijk. Smakelijk. Ik hou echt van die kipnuggets van de beren. En die mayonaise. Hmm. Nou, ik heb lekker gegeten. Ik ga nu even mezelf klaarmaken voor dadelijk.
Ik weet alleen nog niet precies wat ik aan ga doen. Ik zit dus te twijfelen om zo'n spijkerjasje aan te doen. Of gewoon een beetje casual, gewoon een simpele witte broek met een topje door. Dus ik ga me zo even douchen. En omkleden, klaarmaken, opmaken en wachten tot Dani er is. En dan gaan we gezellig drinken. En naar Rotterdam. Nou, dit doe ik vanavond aan. Ik heb gewoon een donkerblauw rokje van een New Yorker. En een simpel wit topje van de Cool Cat. En dan heb ik nog een tasje erbij om mijn vetrollen te verbergen. Ik weet alleen niet of ik sportschoenen eronder ga doen of ja, sowieso geen hakken, daar heb ik echt geen zin in. Ik moet nog wel even opmaken en zo. Dat doe ik dadelijk wel. Ik denk dat ik gewoon zwarte Nike's eronder aan doe of deze Adidas's. Ik doe toch maar een andere kokerrok aan. Ik vind deze iets classier staan. En Dani zou ook zwart dragen en nu is dat ineens blauw geworden, maar goed. Ik ga lekker deze dragen. En nu ga ik douchen en Dani is er bijna. En dus ik ga even snel doen. Zo, we gaan lekker drinken. Drinken. Oh my god, dit is zo oud hè. Alien, E.T. Look in the mirror. Deze is nog steeds GTA aan het spelen. Nog steeds? Ja. Ook een beetje aan het drinken en zo. Oké, het is nu 11:15. We gaan nu de deur uit. Het is allemaal een beetje buiten de planning Eerst wilden we eigenlijk om 10:00 weg, zodat we daar 11:00 waren. Toen wilden we om 11:15 weg. Of nee, tussen 10:00 en 10:30. Toen wilden we om 10:45, 11:00. En nu is het 11:45. Dus we gaan nu echt. En dan pakken we waarschijnlijk de metro. En dan zijn we er al gelijk. En dan is het nog een stukje lopen. En dan gaan we naar Villa Thalia en Beurs. Want we hebben dus een kaartje dat je naar allebei kan. En het verbaast me dat ik dit nog allemaal kan zeggen. Want we zijn allemaal best wel, allebei best wel dronken. Allemaal. En vooral Dani, volgens mij. Maar ik voel me ook wel aardig hoor. Dus we gaan er nu vandoor en we nemen jullie gezellig mee. We zitten in de bus en dan pakken we de metro naar Rotterdam. Shout-out naar mensen die zo praten. Richting Schiedam. We zitten nu in de metro. Ja, op een paar honderd cijfers. Station Koelstraat. Let op, links uitstappen. Exit on the left. Station Koelstraat. We zitten nog even een Red Bull om wakker te blijven. En dan gaan we lekker partyen. Heb je er nog zin in? Ja, jij? Ja, ik ook wel. We zijn best wel lang. Ik heb niet echt het idee dat we nu echt beseffen dat we daar een bos gaan doen. Maar ja, ik ook. Het is wel gezellig. Toch? Ja, ik ook. We hebben nu Mackie, dus we zijn echt lekker aan het eten. We mogen niet eens binnen zitten. Ik werd serieus weggestuurd omdat je geen drinken mee mag naar binnen. Dus toen moest ik even buiten staan in de regen, maar goed. We hebben nu tenminste eten. Dankjewel. Shout-out naar Dani. En nu lekker drinken. Hoe laat is het? 10:55 en we zijn nog steeds niet binnen. Heel lelijk. Nou, we zijn nu bij het pub ofzo. We hebben wel lekker gestinkt, maar we gaan even kijken wat er nog meer leuk is. Ja, gaan we doen. Oké, het is nu iets van 3:00. En Dani en ik hebben een hele heftige discussie. Ja, want we willen terug naar huis, maar oké, nu komt het. Ik zeg dat we die kant op moeten. En ik zeg dat we... Dani zegt... Nee, Dani, we moeten echt die kant. Ik herken nee, het al. Nee. Jawel. We nee, moeten echt niet. Jawel. Echt niet. Nee. Jade, diep schat. Rotterdam Centraal is daar. Nee, kijk, want daar is Beurs. Ja. Het is verder en dan is daar weer achter, weet je wel. Oké, maar luister. Okay, we kunnen... Deze weg gaat precies richting Rotterdam Centraal. Ja. We moeten wel die kant op. Daar ga je echt heel de andere kant op. Dan ga je echt richting die koffieshop. Ja, we moeten die kant op, zeg maar. Precies, ja, precies. Maar dat bedoel ik ook. Want daar heb je Annabel. En daar zat de oude Holly. En ja, die. Daar, en daar deze. Daar de Chabon. En daar de Mac. Ja, dus dat bedoel ik ook. En dan weer, ja. Ja, dat bedoel ik echt precies. Dat is eigenlijk want, hetzelfde. Nee, maar als je deze weg uitloopt, kom je echt precies bij Rotterdam Centraal. Ja, dat is goed. Dat is heel anders. Schiedam, inderdaad. Maar snap je dus, we hebben allebei gelijk. Ja, maar ik meer. Ik heb iets meer gelijk. Ik heb iets meer gelijk. Oh, dat weet ik niet. Ik heb iets meer gelijk, omdat we nu toch deze kant op gaan.
En ik weet dat daar Rotterdam Centraal is. Ja, ik niet daar. Snap je? Ja. Want jij dacht dat ik daar bedoelde, hè? Ja. Want ik weet dat het daar is. Dus ik heb gelijk. Ik ook. Niet, doei. We hebben zojuist gewoon een fiets gevonden. Nice, dit. Ik ben mij achteraan. Alleen die band is een beetje lek. Okay. Gaat het lukken? Zit je? Ja! Oh, nice. Ja. Echt gelijk. Wil je nog naar de Mac? Oeh, doe alsjeblieft voorzichtig. Ja, ja, tuurlijk. Wil je naar de Mac? Wil jij? Ik wil als jij wil. Ik wil naar huis. Okay, we gaan niet naar de Mac dan. Gaan we over de rode lopen fietsen? Ja. Oeh, oh my god. Ja. Nou, Thalia, een beurs, daar willen we eigenlijk heen, maar dat doen we wel een andere keer. Toch? Ja, dan gaan we het nog een keer doen. Hè? Huh? Een andere keer. Oh, ik zit echt heel scheef, we gaan echt vallen. Oké, okay, we waren dus bijna fucking hard gepleurd. Het is echt dat we nog net op tijd... De band is gewoon afgegaan. Kijk, ik viel naar achter, maar ik sprong naar voor, zeg maar. Dus. We zijn echt afgegaan. Gezellig op stap met onze lieftallige Bert. 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 Hou je nou mee op, Bert? Bert. Ik ga toch niet weg. Ja, nou, we gaan even dumpen. Dus we gaan nu even naar Rotterdam Centraal. Oh, goed. Gaan we daar even kijken of er een trein gaat? Waarschijnlijk niet. Oké, okay, als er nu niks rijdt. Wacht, we kunnen de Bobbus pakken. Ja, maar volgens mij gaat hij niet in het weekend, of wel? Nou, het is ook geen weekend. Daarom, ik bedoel, waarschijnlijk gaat hij alleen in het weekend. Oh, zo. Het is 3:45 en we zijn gaan lopen. Ja, maar we zijn gaan lopen, dus we hebben ervoor gekozen om te lopen, want er reed ook niks anders. Niks anders. Bijna in Schiedam. Alsof we nu een keuze hebben. We zijn nu bijna in Schiedam, soort van. Mm-hmm. Maar we zijn lekker sportief. Gewoon lekker veel aan het kletsen en zo, praten over het leven. En ja, laten we eens kijken hoe rustig het nu is. Holland. Holland. Rotterdam. Rotterdam. Carré College. Heb jij nu op school zitten? Ik heb geen idee. Carré. Maar... ja, we lopen nu al iets van een half uur. Ik heb nu al best wel voetpijn. Maar we komen er. Ja, precies. Dit is de eerste keer dat ik echt vanaf Rotterdam Centraal en nog verder zelfs, dat we nu gewoon naar huis gaan lopen. Ja. En dan is een beetje aan het kijken of je ergens losse fietsjes ziet staan. Nou kijk, weet je wat het is met die gele fietsen die je steeds ziet staan? Als je een app downloadt of zo, dan heb je daar een barcode op en dan zet je dan 6 euro op als borg en dan kan je zo'n fiets gebruiken. Serieus? Kun je die gewoon dan nu pakken? Ja, dan moet je die scannen. Oh ja, dat heb je ook met sommige auto's inderdaad. Ja, dan moet je die dan scannen en dan kan je die fiets gewoon gebruiken. Oh nice. Leuk. Ja. Dani. Ja. Je soortgenoten. Doe eens. Nee. Oh. Hallo, jullie zijn lief. Oké, okay, we zijn nu in Schiedam Centrum. Het is, even kijken, 4:50. We hebben echt al een aardig stukje gelopen. Buikpijn. We hebben beenpijn, voetpijn, buikpijn, hoofdpijn, alles pijn. Maar we zijn nog in één keer gestopt. Hè. Ja, Dani heeft één keer even één seconde gezeten, maar eigenlijk zijn we gewoon blijven lopen. Ja, ik heb nog in één keer gezeten. Niet om op te scheppen hoor. Ik dacht eerst dat hier de Euroscoop zat. Dat dit de nieuwe bioscoop zou zijn. Maar dat is dus helemaal daar. Ah, helemaal daarachter. Oké, we hebben dus een winkelkarretje gevonden. En eigenlijk was de bedoeling dat hij mij dan gaat duwen en dat hij dan gaat steppen. Maar dat ding gaat blijkbaar heel stroef, dus beter gewoon doorlopen. Nee, laat joh. Ja? Zullen we gewoon doorlopen? Ja. Nou, we zijn al een beetje aan het eind van Schiedam Centrum. Dus we komen er. We zijn er bijna. Nou, bijna. We komen er. Nou, het is 6:30 en we zijn bijna thuis. Eindelijk. Oh my god. Nog heel eventjes. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dan zijn we er gewoon eindelijk. Ja. Zo, ik ben eindelijk thuis. Oh my god. Hoe laat is het? Het is nu 6:45. Ik ben eindelijk thuis. Dani heeft me helemaal naar huis gebracht. Echt zo lief. Dus ik heb hem even mijn fiets geleend, anders moest hij helemaal lopen. Want hij reed nog steeds niks. En ik heb nog nooit in mijn leven zo lang gelopen en ook gewoon achter elkaar. Want ik weet niet of ik het heb gevlogd, volgens mij niet. Maar op een gegeven moment ging ik echt heel hard door mijn enkel. En toen kon ik ook even niet meer lopen. Maar al die uren daarvoor heb ik gewoon non-stop gelopen zonder één keer te zitten. Tot ik dan mijn enkel verzwikte. Maar daarna liepen we wel weer gelijk door. Toen op een gegeven moment liepen we langs het spoor.
Maar vroeger kon je dus ook over het spoor op een gegeven moment. En dan had je dus gewoon een fietspad die door het spoor heen ging. Maar die was dus weg en dat fietspad liep dood. En toen kwam het uit op een soort van snelweg, zo'n autoweg. Dus ja, wij waren helemaal van, ja, what the fuck, ik ga nu niet helemaal teruglopen om de andere kant te nemen. Dus toen zijn we over het spoor gelopen. Toen wilden we over dat soort van muurtje heen klimmen. Maar toen zagen we een deur, dus die heeft hij gewoon open geduwd. En toen op een gegeven moment kwam we bij zo'n soort van dijkachtige helling. En toen zijn we daar afgegleden. Echt een hele prestatie allemaal. Maar ik ben blij dat we overleefd hebben. Ik ga nou ook gelijk de vlog afsluiten. Ik ga zo nog even wat eten, dus ja. En morgen ga ik zo lekker uitslapen. Respect voor jou als je dit helemaal tot het einde hebt gekeken. Jij bent echt zo lauw. Jongens, ik ben echt blij dat ik mijn kamer zo netjes heb achtergelaten. Ja, ik kan gewoon lekker met mij gaan slapen. Ah, ik zie een mug. Oh, kut, mijn enkel. Nou, ik wil je echt heel erg bedanken voor het kijken. Laat natuurlijk even een like achter. Dat zou ik echt super fijn vinden. En wil je mij dan vaker op het beeldscherm zien? Abonneer je dan eventjes. Het is helemaal gratis. En zo blijf je op de hoogte van alle video's. Dus hopelijk tot de volgende keer. Doeg!